Goedemiddag beste mensen. Hartelijk welkom bij een speciale live sessie over Brexit en zaken doen met het Verenigd Koninkrijk. Mona Keizer en ik zijn hier vandaag in studio Beeld en Geluid in Den Haag om vragen van jullie te beantwoorden, Nederlandse ondernemers. Want over een paar weken is het gewoon echt zo. Zaken doen met het Verenigd Koninkrijk wordt helemaal anders. Het Verenigd Koninkrijk, zoals denk iedereen weet, is eind vorig jaar al uit de Europese Unie gestapt. En vanaf 1 januari veranderen ook daadwerkelijk onze handelsbetrekkingen. De onderhandelingen met de Britten zijn in de laatste fase beland. Blijft helemaal spannend. De uitkomst is nog onzeker. Maar er is één ding wat we wel weten, dat handel met het Verenigd Koninkrijk gaat veranderen. Of er nu een deal komt of niet. Mona. Dat is correct. Het komt eigenlijk neer op het volgende. Het Verenigd Koninkrijk wordt een zogenaamd derde land. En dat wil gewoon zeggen dat als we geen afspraak met elkaar maken. Alles wat je moet doen als je handelt met een zogenaamd derde land, dus als een land wat niet onderdeel is van de Europese Unie, gaat dan gelden voor de relatie met het Verenigd Koninkrijk. En dat kunnen discussies zijn over personeel, dat kunnen discussies zijn over BTW, discussies zijn over invoerrechten. En de reden waarom wij hier met z'n tweeën zitten vandaag is om tegen ondernemers te zeggen, bereid je voor. Het blijkt toch nog steeds dat 1/3 van de ondernemers dat niet doet. Kan me trouwens ook wel voorstellen, in deze barre tijden van corona zijn veel ondernemers gewoon bezig met hoe blijf ik überhaupt overeind. Maar desalniettemin, elke voorbereiding die je kunt doen, gaat hier gewoon helpen. Dus kijk op www.brexitloket.nl. Daar kan je een impact scan doen om heel precies te zien, wat is er nou in mijn bedrijf aan de hand, wat speelt daar en wat kan ik aan maatregelen nemen. Zo, nou, en dan nu volgens mij hebben we de eerste vragen die binnenkomen. De eerste vraag is aan jou, Mona. Aan mij? Ja. Ja. Eens even zien. Ja, kijk eens. Eigenlijk heb ik dat net ook al aangegeven. Waar moet ik me nu op voorbereiden? Vraagt Ronald Donders. Nou ja, zoals gezegd. Let gewoon goed op wat het voor jou betekent. Als je export hebt naar het Verenigd Koninkrijk, vraag in ieder geval een douanenummer aan. Dat heb je gewoon nodig om dat te kunnen organiseren. Als jij soms voor jezelf denkt, ik heb zelf persoonlijk als ondernemer geen relatie met het Verenigd Koninkrijk. Misschien heeft iemand in jouw is iemand van jouw leveranciers wel afhankelijk van handel met het Verenigd Koninkrijk. Dus dan moet die dat gaan doen. Dus hiervoor geldt wel. Ja, het klopt, het is nog niet duidelijk. Als er geen deal is, vallen we gewoon terug op de afspraken met de Wereldhandelsorganisatie. Als er wel een deal is, ja, dan ligt het maar net aan wat de inhoud van dat deal is. Maar je kunt een aantal dingen doen, zoals het aanvragen van een douanenummer. Ja. Nou, dan gaan we door naar vraag 2. En het is een veelgestelde vraag, die leeft natuurlijk bij veel mensen. Kan de overgangsperiode nog verlengd worden? Nou, we begrijpen helemaal waar die vraag vandaan komt. Want velen van jullie zullen wel denken, nou, deze film hebben we al eerder gezien. Er zal dus wel een verlenging komen. Eens en allemaal, nogmaals, er komt geen verlenging. 1 januari is de datum, er zijn nieuwe regels. En we zetten dus alles op alles vanuit de Europese Unie met de Britten om tot een akkoord te komen. De onderhandelingen lopen nog. En zoals jullie weten, iedereen weet uit zijn eigen omgeving, als het spannend wordt, kan het vaak nog tot 11:55 bij wijze van spreken doorgaan. Maar de uitkomst is heel moeilijk te voorspellen. En daar doen we dus dan echt niet aan mee. We hebben het volste vertrouwen in de EU-onderhandelaar, Michel Barnier. Maar de deadline is 1 januari en ja, kom weer terug op het soort of adagio van mijn moeder, om het nog maar eens een keertje te herhalen. Bereid je voor. Mis deze kans niet. Mijn vader zei altijd, een gewaarschuwd mens telt voor twee. Zo is dat. We hadden hele slimme ouders. Mona, ja. Vraag aan jou weer. Ja, Gerry Mansour. Hij zegt, de overheid zou niet alleen persberichten moeten doen, even mijn vertaling, eenzijdige presentaties, maar de gelegenheid moeten geven om ook vragen te stellen. En zoals hij ook zegt, dat is wat bedrijven ook doen. Q&A's elke keer weer bijstellen. Nou, dat is, zeg ik dan maar direct, de reden waarom wij hier nu met z'n tweeën zitten van vandaag. Om open te staan voor de vragen. Een ondernemer die gewoon heel concreet zich
een vraag stelt, zodat die gesteld kan worden. Wat wij ook doen vanuit buitenlandse handel, BHOS, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en EZK, Europese Zaken en Klimaat, is ook goed in de gaten houden. Wat gebeurt er nou aan die onderhandelingstafel? Dat op het moment dat we weten, en zo ziet het eruit, dat we ook heel snel de informatie op al die overheidssites kunnen actualiseren. Ik heb het al net gezegd, hè, de Brexit-loket, rijksoverheid.nl/brexit, kun je doorklikken naar allerlei informatie en dat proberen we dan ook elke keer weer up-to-date te doen. Als iemand tegen mij zegt, ja, lekker dan, het is dus nog steeds onduidelijk, dan ben ik samen met hem verontwaardigd. Maar het is zoals het is. We hebben nou eenmaal te maken met een aanstaande deadline, zoals Sigrid net zegt, die absoluut gaat gebeuren. De inhoud daarvan, dat is nog niet helemaal duidelijk. Maar we proberen alle ondernemers ook echt goed te informeren. En trouwens ook Nederlanders die op een andere manier te maken hebben met Verenigd Koninkrijk. Zodat je op 1 januari alles hebt kunnen doen wat ook maar mogelijk was. Ja, ja, en dat brengt ons eigenlijk meteen op een vervolgvraag. Is er al iets bekend hoe het nu zit met de importheffingen? Moeten we extra gaan betalen over producten uit het Verenigd Koninkrijk? Nou, sowieso, wat Mona al zei, bereid je voor op grensformaliteiten met procedures, aangiftes en controles. En het Brexit-loket helpt je daarbij. Het verschil is, in deze vraag, bij een deal kunnen de importtarieven op 0% zijn. Dus dat willen we natuurlijk idealiter. Maar je moet nog steeds aantonen dat de producten uit de EU zijn, dus de rules of origin, de regels van oorsprong, of dat ze uit het Verenigd Koninkrijk komen. Als je dat kunt aantonen, een EU-oorsprongsdocument, als je dat kunt bewijzen, dan heb je een beter tarief, een preferentieel tarief heet dat. Maar als we geen deal hebben, dan komen de tarieven en quota, dus beperkingen op het volume, volgens het handelsregime van de Wereldhandelsorganisatie. Welk tarief u moet betalen, kunt u ook weer zien op de volgende site. Die laten we na de afloop van deze uitzending natuurlijk ook weer zien. Want het is moeilijk bij te houden soms. Tarief.douane.nl. Dus kijk daar ook naar. Maar als je alle adressen kwijtraakt, kijk vooral brexit.nl. En dan kun je daar alle doorgeleiden vinden. Dan is er weer een vraag aan Mona. Ja. Ik heb de meest voor de hand liggende zaken gedaan. Dan ben ik toch goed voorbereid. Wel voor het meest voor de hand liggende, uiteraard. Maar het kan veel verder gaan dan het meest opkomend gewoon in je bedrijfsvoering van elke dag. Want je kunt ook mensen in dienst hebben. Je kunt persoons die een link hebben met het Verenigd Koninkrijk. Kunnen persoonsgegevens opgeslagen zijn in het Verenigd Koninkrijk? Daarvoor is dan vervolgens de vraag, gaat het Verenigd Koninkrijk zich aan de GDPR houden of niet? Ondernemers in Nederland zijn daar wel aan gehouden. Dat is de privacywetgeving op het gebied van persoonsgegevens. Maar als dat in het Verenigd Koninkrijk anders geregeld gaat worden, moet je je daarin verdiepen. Bedrijven verder in de keten, zoals ik net al aangaf. Dus als je het meest voor de hand liggende hebt gedaan, top, maar nou even een slag verder. Nee, precies. En je meldde net al het reizen en mensen in dienst. Nu heb ik een vraag van Mensana 14. Heb je een paspoort nodig voor het Verenigd Koninkrijk, inclusief Engeland? Nou, allereerst natuurlijk altijd goed ook dit moment weer even te gebruiken om iedereen te herinneren ook wat aan de reisadviezen die in deze coronaperiode gelden. Er is op dit moment een oranje reisadvies voor het Verenigd Koninkrijk. Maar je kunt nog tot oktober volgend jaar met een ID, een identiteitsbewijs, reizen. Maar vanaf oktober 2021 dan heb je een paspoort nodig. En je moet ook rekening houden dat het reizen verandert, want we krijgen bagagecontroles, langere wachttijden. En natuurlijk, als je in het Verenigd Koninkrijk wilt blijven om te gaan werken of studeren, heb je voor het eerst weer een werkvergunning of een studievisum nodig. Dus alles wordt anders tot in de kleinste details. Mona. Wat in ieder geval duidelijk wordt in deze tijd, wat er een voordelen zijn, zitten aan het zijn van onderdeel van de Europese Unie. Dat realiseer je weer op het moment dat een deel daarvan eruit stapt. Goed, Talita vraagt, wij verrichten in Nederland diensten voor een Brits bedrijf. De BTW is nu nog als volgt vermeld op de factuur VIT charged in reverse.
Wijzigt dat na de Brexit? Na 1 januari is er geen sprake meer van een intercommunautaire dienst. Het Verenigd Koninkrijk maakt geen onderdeel meer uit van de EU en de overgangsperiode is dan dus ten einde. En wat dat dan betekent, daarvoor is het gewoon goed om te kijken op de Belastingdienst. www.belastingdienst.nl, die hebben ook een Brexit-knop. Daar heb je een uitgebreid stappenplan beschikbaar. Ook over de belastbaarheid van diensten aan buitenlandse afnemers voor de BTW. Kijk vooral daar. Dus belastingdienst.nl, daar zit een Brexit-knop. En dan kan je daar vervolgens doorklikken naar vragen die gaan over het leveren van diensten. Ja. Dan heb ik een vraag van Hiske Ridder over natuurlijk al een heel veel besproken sector, de visserij. Zoals veel van jullie weten zitten we nog echt, heel veel is eigenlijk al uitonderhandeld en ligt klaar op papier. Maar visserij, gelijk speelveld, oftewel kwaliteit en subsidies, dat we elkaar niet wegconcurreren op een oneerlijke manier. En de hele governance, het toezicht op het akkoord, dat zit echt nog op de onderhandelingstafel. En visserij is daar dus één van. De vraag was, wat gaat het worden voor onze vissers die in de 6 tot 12 mile zone van het Groot-Brittannië vissen? Nou, zoals wat ik net al zei, de onderhandelingen lopen nog over de toegang ook tot de wateren van het Verenigd Koninkrijk. Dus het blijft onzeker. En dat beseffen we als geen ander. De 6 tot 12 mijlzone zijn de territoriale wateren van het Verenigd Koninkrijk. En daar gelden weer andere regels voor dan voor de Europese economische zone. Dat is weer vastgelegd, om het nog even moeilijker te maken, in het zeerechtverdrag van de Verenigde Naties. Maar lang verhaal kort, er wordt nog onderhandeld. En wij zetten natuurlijk in op een goede uitkomst voor de Nederlandse vissers, samen met een aantal andere landen, want die zijn het meest getroffen. Volgende vraag. Ik verkoop in Nederland Britse producten. Kan ik dit blijven doen? Ja, gelukkig wel. Maar wat wel gaat spelen, is dat jij als importeur verantwoordelijk aanspreekbaar wordt op de kwaliteit daarvan. Dus een product moet aan de wettelijke EU-eisen voldoen. Kijk, hiervoor was het natuurlijk zo, omdat in het Verenigd Koninkrijk ze ook moesten voldoen aan die eisen, kon je er automatisch van uitgaan dat het goed zat. Omdat ze straks uit de EU stappen en we nog niet weten hoe dat er dan straks uit gaat zien, kun je er nu van uitgaan dat jij dan aansprakelijk of aanspreekbaar wordt op het voldoen aan die EU-eisen. Dus verdiep je daarin wat die dan zijn en of het product wat jij importeert en vervolgens hier dus doorverkoopt, daar ook aan voldoet. Goed, Sigrid, we zijn een kwartiertje op weg. Het gaat lekker, wat mij betreft. Ter lering en vermaak, nu een filmpje van ondernemers die met dit bijltje gehakt hebben. Ja. Wij exporteren al meer dan 80 jaar naar Engeland. Het zou heel raar zijn als daar een kinkerkabel te komen. Als Nederland hebben we altijd gezegd, we zijn gateway to Europe. Maar misschien moeten we ook wel de gateway to UK worden. Momenteel rijden de vrachtwagens gewoon door, vaak via de tunnel, en worden er geen documenten gemaakt. Bij een Brexit, als er wachttijden bij de grens komen en ook documenten gemaakt moeten worden, dan gaat die stroom veel minder soepel lopen. In het ergste geval komen er 11% importheffing in het WTO-reglement. En dan zal ons resultaat flink dalen. En dan zullen er wellicht ontslagen moeten vallen. Vanaf eind 2017 zijn we bezig met de voorbereiding op de Brexit. En die voorbereiding bestaat eruit dat we intern een Brexit-team hebben gemaakt. En met elkaar hebben we gezeten welke impact heeft de Brexit voor ons. En de commercieel verantwoordelijke heeft ook met de klant hierover gesproken. En hoe kunnen we samen dit probleem op gaan lossen. Daarnaast zijn we nu bijna AIO gecertificeerd. En dat wil zeggen dat we onder horizontaal toezicht komen van douane. En daarmee laat je eigenlijk zien dat je als bedrijf je proces heel goed onder controle hebt. Dit geeft geen garanties, maar het geeft wel aan dat we goed voorbereid zijn. Er werken 3 scenario's uit. 1, er gebeurt niets. 2, een lichte variant. En 3, een slechte variant. Er gebeurt wel wat, dus scenario 1 kun je gelijk weggooien. De lichte variant is dat we iets bedenken waardoor de vrachtwagens gelijk door kunnen rijden. De slechte variant is toch de WTO-heffing en allerlei barrières die de export sterk zullen belemmeren.
En om te voorkomen dat de voorbereiding heel theoretisch is, wil ik het ook gewoon in praktijk zien. En dat houdt in dat ik het team vraag om te gaan exporteren naar Canada. Niet dat we daar een klant hebben, maar het kan mogelijk wel vergelijkbaar zijn met Engeland. En dan kunnen we toch laten zien dat we klaar zijn. Nou, dit zijn twee ondernemers die met het bijltje gehakt hebben en die ook een aantal maatregelen al hebben kunnen nemen, maar zichzelf blijven in verdiepen in uiteindelijk de uitkomst van de onderhandelingen. Ik ga verder en ik zie een vraag van mevrouw Mak. Hoe zit het met registraties van merken en modellen? Veel bedrijven hebben Europees merk- en modelrechten. Hoe wordt daar nu mee omgegaan in het Verenigd Koninkrijk? Nou, in de toekomst is dit een verantwoordelijkheid van het Verenigd Koninkrijk zelf. In het terugtrekkingsakkoord is afgesproken dat bestaande EU-rechten worden automatisch omgezet naar het recht wat geldt in het Verenigd Koninkrijk. Dus je mag ervan uitgaan dat dat goed gaat. Maar je zult je dus wel in het Verenigd Koninkrijk dat moeten uitzoeken en aanvragen hoe dat zit. En op het brexitloket.nl, ja, ik ga het meerdere keren zeggen vandaag, www.brexitloket.nl, daar kan je informatie vinden. Maar dit vergt ook wel een gesprek met je juridisch adviseur, om zeker te weten dat het in de situatie van jouw bedrijf ook goed gaat strak. De mevrouw die deze vraag stelt, die weet als ga ik dan maar vanuit als geen ander wat het betekent wanneer je gebruik maakt van iets waar je het recht niet voor hebt. En dat moet je gewoon zien te voorkomen. Zorg dus dat je goed weet wat het geldend recht straks is, zodat je niet in de problemen komt en in allerlei aansprakelijkheidskwesties. Ja, aan de vragen zien we inderdaad, Mona, hoe moeilijk een ontvlechting is van een land dat jarenlang lid was van de Unie. En hoe we stapje voor stapje dus een andere relatie moeten inbouwen. En wat Mona al eerder zei natuurlijk, bezint eer ge begint. Dat is wel een duidelijke conclusie die we al lang in Nederland hebben getrokken. Wij geloven zeer in deze Europese Unie. Verbetering is altijd mogelijk. Absoluut. Maar de ontvlechting en de kosten en de economische gevolgen en maatschappelijke gevolgen voor veel mensen, die zijn dusdanig dat we nu pas nog erover praten, maar vanaf 1 januari zullen we het echt gaan zien en merken. We zijn een beetje bezig met het unscramblen van scrambled eggs. Precies. Een beetje terug in het ei en hey, dat lukt niet. Nou, maar dan hebben we inderdaad ook weer een vraag over de douaneformaliteiten aan de Britse zijde. En de vraagsteller zei, vroeg terecht, waar vind ik de informatie over wat de Britten noemen het Border Operating Model, oftewel de BOM? Nou ja, goed dat u er rekening mee houdt, want inderdaad, wij kunnen zoveel doen hier. Maar wat doen ze aan de andere kant? Elke grens heeft nog altijd twee kanten. Dus de Britse eisen die zijn ook specifiek en worden door de Britten opgesteld. En helaas hebben wij nog niet een totaal zicht op wat de Britten hebben klaargemaakt en klaargestoomd. We wachten op de finale versie, om het zo maar te noemen, van het model. En dat staat dan op de Britse overheidswebsites. Sowieso is onze ambassade in Londen dag in, dag uit bereikbaar om u op de hoogte te houden over de laatste details. Maar ik kan er nu helemaal nog geen uitspraak over doen, behalve dat de Britten natuurlijk er net zo hard aan moeten werken als wij. Het is natuurlijk wel zo dat we vanaf 1 januari pas gaan zien hoe goed voorbereid iedereen is. Wij zijn er al een aantal jaar mee bezig. Maar kijk naar het Britse Foreign Office, het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken. Zoek het ook op hier, bij de ambassade van het Verenigd Koninkrijk en uiteraard onze eigen ambassade. Meer details kunnen we op dit moment nog niet delen. Maar we zullen die ook weer, zoals Mona eerder zei, via de brexit.nl-website continu updaten als er wat beschikbaar is met de juiste links. Want dit is wel cruciale informatie. Zeker voor mensen die natuurlijk bijvoorbeeld in de vleesverwerkende industrie zitten of de bloemen. Alles wat heel tijdgevoelig is en eventueel kan bederven. Mona. Ja, dank je. Dank je. Wat verandert er voor mijn leveringen via de ferry? Nou, hiervoor was het simpel. Je leverde dat gewoon aan en het werd overgezet. Niks aan de hand in grote lijnen. Maar zoals gezegd, nu is er weer een grens. De Nederlandse havens werken samen om dit goed te laten verlopen. En daarvoor is een
port-based systeem ontwikkeld. Ik ga weer een naam van een website noemen. getreadyforbrexit.eu. Waar u veel informatie kunt krijgen voor transport via ferries. Nou, ik ga nou echt even de details in. Zorg dat u een even... ik had hem voor mijn neus liggen en ik maak een beweging en ik ben hem kwijt. Maar hij komt terug. Het EORI-nummer. Als je het heel snel zegt, wat zeg je dan, Sigrid? Ik zeg EORI, maar ik weet het ook niet. Dat is mijn versie. EORI-nummer. Dat kunt u ook aanvragen bij de Nederlandse douane. En dat u bekend bent met douanevereisten zoals invoer- en uitvoeraangifte. Ook hier geldt, zorg dat je heldere afspraken hebt gemaakt in je contracten, wie daarvoor aanspreekbaar is. Als je het zelf doet, luister dat nog nauwer dan dat wanneer je iemand in de hand genomen hebt hiervoor. Een transporteur of een ex-pediteur. Als je het zelf doet, zorg dat je de juiste software hebt die kan praten met de douanesystemen, ook zeer belangrijk. En zorg dat je ver van tevoren ook ervoor gezorgd hebt dat je transport voldoet aan alle douanevereisten. Dat alle douanedocumenten geregeld zijn, zodat je smoothly, gewoon hup, weer de ferry op kan, alles ingescand kan worden en je door kan gaan. Ook hiervoor geldt dat wat hiervoor zonder nadenken vanzelf ging, heeft nu toch echt wel een aantal extra stappen van u nodig. Ja, zoals ik je zo hoor, Mona, hadden we dit eigenlijk, als het geen coronatijd was geweest, hadden we dit vanuit de Nederlandse ambassade in Londen moeten doen. Ja, dat had veel de hele reis gemaakt. Ja, precies. En met alle obstakels van die. Ja, dat hadden we gewoon aan de lijve ervaren. Aan de lijve ondervonden. Ja. Nou ja, en dan ga ik meteen door naar Gerrit Hartholt om te vragen, is er een plan B voor Brexit? Zoals we helaas al denk ik een paar keer nu hebben gesteld, er is gewoon geen plan B meer. De datum is er, 1 januari. De variaties in een deal, daar wordt nu over onderhandeld. Maar er verandert niets meer aan de datum. We hebben alle mogelijke plannen B, C, D, die zijn de afgelopen jaren misschien gepasseerd. Maar het ligt nu op de onderhandelingstafel. Dus vanaf 1 februari 2020 was het Verenigd Koninkrijk natuurlijk al uit de Europese Unie. En alles wat sindsdien gepasseerd is in deze periode gaat over wat er gaat gebeuren na 1 januari. Maar ze zijn er niet meer lid van. En dit is het einde van de overgangsperiode. Die loopt af. En dat is het grote verschil wat iedereen nog een keertje moet meenemen, ook van dit gesprek. 1 januari, dan is het echt D-Day 2021. Zo is dat. In dit licht is de volgende vraag ook een interessante. En ook wel eens een aantal keren eerder aan mij gesteld. Namelijk, als je nou zou kunnen kiezen, zou je dan ervoor moeten gaan kiezen om niet geen handel meer te drijven met het Verenigd Koninkrijk, maar elders in Europa? Ja, dat is een beetje een gewetensvraag. Natuurlijk, als je goede handelsrelatie hebt met een betrouwbare partner in het VK die je ook nog eens goed geld oplevert, wil je daar natuurlijk niet vanaf. En je zal van mij ook niet horen dat dat moet. De cucumber salads hebben een gigantisch probleem wanneer alle Nederlanders dat besluit zouden nemen. Want ik geloof dat 93% van de komkommers in het Verenigd Koninkrijk uit Nederland komen. Dus doe dat niet, want dat gaat daar leiden volgens mij tot een nationale crisis. Ja. Maar hiervoor geldt natuurlijk wel dat het goed mogelijk is, als er geen goede deal komt, dat handel drijven met het Verenigd Koninkrijk duurder wordt. Het wordt sowieso duurder omdat je allerlei extra maatregelen hebt te nemen. Het kan ook risico's met zich meebrengen in de toeleveringsketen. Ik kan mij wel voorstellen dat je om je heen kijkt. Kan ik het op een andere manier regelen? Kan ik het regelen met mijn Duitse, Franse buren of wat verder weg in de Europese Unie? Hiervoor geldt heel simpel: ondernemer, let op uw zaak. Kijk goed wat er in uw bedrijf loopt, doet, hangt, zit of staat. En het kan verstandiger zijn om te bezien of je een andere leverancier kunt vinden. Dan heb je nu wel nog maar korte tijd, dat zeg ik er wel bij. Dus echt afhankelijk van hoe uw bedrijf eruit ziet en hoe het rijlt en zeilt.
Maar inderdaad, als er bedrijven zijn die zich willen heroriënteren op andere markten, al is dat maar gefaseerd, dan zijn wij ook, het ministerie van Mona, Mona en ik zijn bereid om juist te helpen bij nieuwe handelsmissies naar andere markten, bij de verkenning, bij de ondersteuning. De ambassades zijn daar ook echt voor, dus maak daar ook gebruik van. Denk niet, ik val van de klif af. Nee, er zijn andere mogelijkheden en daar zijn wij ook echt toe bereid met kennis, met financiering. Er zijn altijd wel weer mogelijkheden. En dan komen we natuurlijk door op de vraag die gesteld is over ongelijke concurrentie door bedrijven in het Verenigd Koninkrijk. Dat is een van de drie thema's die nog op de onderhandelingstafel liggen. Zoals Mona ook al heeft gezegd, het blijft natuurlijk een grote handelspartner voor ons, het Verenigd Koninkrijk. Dus we begrijpen de zorgen ook juist niet alleen voor het wegvallen van markten, maar de oneerlijke concurrentie. Het blijft ook natuurlijk een groot vraagstuk voor ons, want we willen voorkomen als hele EU dat er ongelijke concurrentie vanuit het Verenigd Koninkrijk of via het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie markt opkomt met goedkopere producten die tegen andere standaarden of kwalitatieve eisen zijn geproduceerd. Dus daarom zetten wij er keihard op in dat het gelijke speelveld, gelijkwaardige maatregelen, rechten en plichten in balans worden gebracht, zodat we ook echt op een goede manier de toekomst in kunnen. Ja, en nogmaals, wij hebben niet om de Brexit gevraagd. Het is nooit een Nederlandse keuze geweest. We respecteren hem. Maar wij zien een groot aantal nadelen. We werken met u nu, bedrijven en natuurlijk Nederlandse burgers, om er zo goed mogelijk voor te zorgen dat er een zachte landing is voor de Nederlandse ondernemer. Met veel ondersteuning om juist de nieuwe kansen ook op te kunnen pakken. Maar voor wat betreft de vraag en de eisen vanuit het Verenigd Koninkrijk, wij willen echt, en het is ook een EU-eis, dat goederen en diensten die de EU-markt opkomen, dat geldt voor alle landen, moeten voldoen aan EU-nationale regelgeving, inclusief consumentenbescherming. Dat is niet onderhandelbaar wat ons betreft. Nee, en de reden daarvoor is, want dat wordt ook nog wel eens gezegd van, goh, waarom doen jullie zo ingewikkeld? Nou, wij doen ingewikkeld vanuit uw belang. Ja. Om ervoor te zorgen dat de eisen die gesteld worden aan producten en daardoor producten duurder maken, dat die gelden voor alles wat op de Nederlandse markt komt. En dat is ingewikkeld. Ja. Ik ben verantwoordelijk voor consumentenbescherming en er komen elke dag zo'n 135.000 pakketjes per dag aan op Nederlandse luchthavens en andere havens. Maar het uitgangspunt is wel dat die regels gelijk zijn, omdat je anders gewoon simpelweg weggeconcurreerd wordt als Nederlandse of Europese ondernemer. Dus dat is waarom wij zo ingewikkeld doen, zeg ik maar meteen. Hoe gaat het straks met personeel, is een andere vraag. Britse burgers die nu al in Nederland wonen, vallen onder afspraken van het terugtrekkingsakkoord. Zij kunnen ook na afloop van de overgangsperiode in Nederland blijven werken. Want ja, het uitzetten van een container met bloemen is overigens al een drama voor de desbetreffende ondernemer. Maar als het over mensen gaat, is het natuurlijk helemaal een compleet andere discussie. Er is wel afgesproken dat er een verblijfsvergunning moet worden aangevraagd, maar daar heeft u dan een half jaar de tijd voor. Voor 30 juni 2021 moet die zijn aangevraagd. Een werkvergunning is dan niet nodig. Na 1 januari gelden de eventuele afspraken die nog in een deal worden opgenomen. Dat is afwachten. De regels zullen waarschijnlijk wel verschillen afhankelijk van het karakter van het arbeidscontract. Of je nou in loondienst bent, gedetacheerd bent of grensarbeider bent, ja, dat maakt gewoon verschil. Als werkgever zou ik mijzelf echt weer even richten tot in dit geval de IND of het UWV. En mocht u naar deze sessie luisteren en u bent zelf iemand die dus werkzaam is, dan wel gedetacheerd of in welke vorm dan ook, meld je bij je werkgever of je opdrachtgever dat je van tevoren weet wat de consequenties zijn, zowel bij een no-deal, dat is vele malen harder, maar daardoor wel duidelijker, dan in het geval van een deal. Want dan is het afhankelijk van de inhoud van de afspraken die we nog weten te maken. Maar wat Sigrid en ik hier volgens mij alle twee wel nadrukkelijk aan de orde gesteld, is dat we echt wel kijken naar in dit geval Nederlandse belangen. En dan vertrouwen wij erop dat de collega's in de Europese Unie dat voor hun land doen. En dan alles bij elkaar is het een afgerond Europees verhaal. Ja.
Nou, dan hebben we een mooie doorvraag van mens naar dier. Kunnen mensen nog reizen met huisdier van en naar het Verenigd Koninkrijk? Nou, los natuurlijk weer van het oranje corona-advies. Er zijn ook nieuwe regels vanaf 1 januari voor wat betreft het meenemen van huisdieren. Volgens mij hangt het heel erg vanaf sowieso wat je eigen status is, of je gaat hervestigen in het Verenigd Koninkrijk of dat je als toerist wilt gaan. Sommige mensen die een hond hebben weten dat sowieso er altijd strikte regels golden met het oog op hondsdolheid en het meenemen van honden naar het Verenigd Koninkrijk. Maar de regels worden gewijzigd en dat hangt af van het huisdier, het type huisdier. Overleg dus met je dierenarts. Ook dit staat weer op de verschillende websites. En het enige wat je echt moet voorkomen natuurlijk, dat je je huisdier gedwongen moet achterlaten bij de grens. Of dat het een hele lange quarantaine moet, langer dan jouw reis beoogd te duren. Wij zijn geen experts hier verder in, maar ja, het advies is dus duidelijk. Informeer je vooraf, voor je boekt. Ja, want bij de grens aankomen en je hond mag niet mee. Nee. Nou, ik dat kan me wel meemaken. Voorstellen dat dan wel mensen rechtsomkeerd maken. Ja. En dat leidt, nou ja, dat wil je natuurlijk niet. Dat is logisch. Ik heb een webshop. Veelgestelde vraag. Ik heb een webshop. Ik koop mijn producten aan consumenten in het Verenigd Koninkrijk. Dus dat is niet, je zit in Nederland en je importeert en verkoopt hier. Maar je verkoopt aan consumenten in het Verenigd Koninkrijk. Wat verandert er? Nou, jouw producten verlaten de EU. Dus douaneformaliteiten gaan gelden en belastingen bij invoer in het Verenigd Koninkrijk. Omdat u aan consumenten levert, bent u zelf of is uw vervoerder verantwoordelijk voor de afhandeling. Zoek goed uit wat dit betekent. Houd er rekening mee dat u met de Britse douane en de Britse Belastingdienst te maken krijgt. Ook als u via een van de grote platforms levert, kan er veel veranderen. En denk gewoon ook even goed na hoe je dit opneemt in je contracten. Je kunt natuurlijk ook veel, je kunt niet alles, maar wel een aantal dingen ook zo regelen dat ze niet bij jou terechtkomen, of in ieder geval de kosten daarvan. Dus verdiep je ook hier even, wat gaat er gelden? Is dat handig en passend voor mijn bedrijf? En zo nee, kan je andere oplossingen vinden? Of kan je andere markten ontsluiten, waar we het eerder al over gehad hebben, dat je gewoon elders gaat leveren. Heel in het begin, dan ben ik even de naam kwijt, fantastische tassenontwerpster, die heel veel leverde aan het Verenigd Koninkrijk. En die is ook echt gaan kijken van, kan ik het aan andere landen leveren? En heeft daarmee gewoon ook de bedrijf weten uit te breiden. Dus alle nadelen hebben een voordeel, om het zoals maar eens, Johan het al op Scraviaans te vermelden. Ja, zo is het ook weer. Als we niet meer weten, dan vallen we toch op Kruif, toch? Zo is dat. Hè? Nooit tekort aan woorden. Nou, nee. Dan hebben we een vraag van Ennius Bergsma. Wij verkopen aan klanten in Engeland. We hebben geen Engelse identiteit. Kunnen jullie aangeven welke stappen ik moet ondernemen? Ik heb een VAT-nummer, Value Added Tax, aangevraagd in het Verenigd Koninkrijk, maar ik heb het nog niet ontvangen. Nou, ik denk dat we het al vaker hebben gezegd. Sowieso oriënteer je, maar volgens mij uit de vraag merk ik dat dat al gebeurt. Kijk wat de grensformaliteiten zijn met bijbehorende procedures, aangiftes en controle. Maar naast dat Britse VAT-nummer is er ook het al eerder vermelde Britse EORI, IORI-nummer, nodig. En dat kunt u regelen. Dat is nodig voor wie de aangifte moet doen in het Verenigd Koninkrijk en Nederland. Maar er kunnen natuurlijk ook altijd nog andere eisen gesteld worden, zoals als je kijkt naar de veterinaire producten bijvoorbeeld. En de andere vraag, die doet zich natuurlijk dan ook altijd op. Hoe gaan de goederen naar het Verenigd Koninkrijk? Wie, zoals Mona ook al eerder meldde, is het vastgesteld in het contract? Wie levert het? Wie betaalt het? Hoe worden de procedures aan de haven verzorgd? Is daar een agent? Is daar iemand die wordt ingehuurd? Hoe wordt dat allemaal geregeld? Ook dit kan aan de Britse overheid gesteld worden. Maar wij nemen ook vanuit deze sessie een aantal vragen op. En we zullen dat vergelijken met de beschikbare informatie op de sites. En we zullen aanvullende antwoorden geven op de site van BrexitNL. Ter verduidelijking nog van een aantal vragen die nu gesteld zijn, omdat het goed is dat iedereen het ook weer op schrift kan krijgen en kan nalezen. Nog een vraag. Hoe zit het met persoonsdata, persoonsgegevens?
Geeft u persoonsgegevens door naar een bedrijf of een server in het Verenigd Koninkrijk, dan opletten of de Europese Commissie een zogenaamd adequaatheidsbesluit neemt. Als dat niet meteen genomen wordt, dan kunt u terugvallen op de Algemene Verordening Gegevensbescherming over doorgifte naar derde landen. Doe dit wel, want privacy blijft gewoon een belangrijk punt. Brexitloket.nl heb ik een aantal keren genoemd. Ik heb nog niet de site van de autoriteit persoonsgegevens genoemd, maar daar vindt u heel specifiek informatie over dit onderwerp. Dan heb ik een hele leuke vraag van Pieter. Dat kan ik me zo voorstellen. Die is fotograaf en doet klussen in het Verenigd Koninkrijk. Nou, dat lijkt me super. Heb ik straks, is zijn vraag, een ATA, ATA carnet nodig, dus een boekje, voor mijn apparatuur? Nou, je kunt gelukkig sowieso de klussen blijven doen. Ik hoop ook dat de klanten gewoon nog zullen toenemen, maar het verandert natuurlijk wel. Als het gaat om de apparatuur, als je de EU verlaat, weet de douane niet of het tijdelijk of permanent in het douanegebied gaat blijven. Dus aan de kant van het Verenigd Koninkrijk. Dus je moet eigenlijk je apparatuur tijdelijk in- en uitvoeren. En dus het is een vorm van exportaangifte die gedaan wordt. Maar het blijft natuurlijk wel in jouw bezit. Dus het is goed om dat ETA-carnet daarvoor te hebben. Het is het paspoort voor je goederen. En die kun je aanvragen bij de Kamer van Koophandel. En daar, ook daar, is weer meer informatie. Ik begrijp dat iedereen langzamerhand horendol wordt van alle verwijzingen naar de websites en de suggesties van nog meer informatie. Maar dat is ook de bedoeling van deze sessie, dat we nog een keer breed met elkaar bespreken hoe complex het is, hoeveel voorbereiding je nodig hebt en hoeveel werk er toch nog vaak verricht moet worden in die extra stapjes om de eindprocedure voor jezelf, in dit geval gaat het om cameraapparatuur, om dat goed af te kunnen ronden. En dan hebben we een laatste vraag aan Mona. Ja. Ik zeg ze nog maar een keertje, get ready for Brexit.eu, Brexitloket.nl, Rijksoverheidsschijnstraat Brexit. Dat zijn echt wel de sites waar je heel veel informatie kunt krijgen. Laatste vraag, ZZP'ers, zelfstandigen zonder personeel. Als je werkzaam wilt zijn straks in het Verenigd Koninkrijk, daarvoor moet je echt naar de Britse overheid. Dat is afwachten wat die straks daar gaan regelen. De Nederlandse ambassade kan u helpen met het vinden van de juiste plek voor het stellen van een vraag om ook ASAP het antwoord te krijgen. Als je voor Nederlandse bedrijven die een Britse ZZP'er een opdracht willen geven, dan denk ik, chauvinist als ik ben, zoek een Nederlander. Maar goed, Pieter, als het gaat om de fotograaf. Precies, ja. Precies. Maar goed, misschien is er iemand die iets heel bijzonders kan en u heeft daar een goede relatie mee. Daarvoor geldt het volgende. Een werkgever mag zelfstandigen die geen EU-burger zijn, dus die vanuit een derde land straks het VK komen, alleen als zelfstandige voor zich laten werken als zij een vergunning voor verblijf als zelfstandige hebben. Deze ZZP'er moet dus een verblijfsvergunning voor zelfstandig ondernemer hebben om in Nederland werkzaam te kunnen zijn. Ook hiervoor geldt, verdiep je er echt in, want de boetes hiervoor, als je het niet goed geregeld hebt, zijn niet mals. Dus of zoek gewoon een goede Nederlander, zeg ik dan maar, of zorg dat je het gewoon goed geregeld hebt om problemen te voorkomen. Nou, en dan zijn we helaas weer aan het eind van deze Facebook-sessie gekomen. Maar ik denk dat ons doel is dat u Brexit-fit wordt. We kunnen het ook Brexit-fit noemen, maar Brexit-fit, dat is de doelstelling. En we zijn ervoor, wij gaan ervoor. Dus alle vragen, stel ze nog een keertje via het loket. De ambtenaren, Mona en ik, we trekken er echt aan. Er zit een leger van mensen om dit proces zo goed mogelijk te laten verlopen voor Nederland, voor de burgers en de ondernemers. En we hopen dat deze sessie daar in ieder geval weer een bijdrage aan heeft kunnen leveren. Maar schroom niet. Het was hartstikke fijn dat we dit even konden doen. Ja, Mona. Zeker. En richting Gerry Mansour zeg ik ook, hou ons scherp.
Kijk goed of wij ook gedaan hebben wat wij hier beloofd hebben, namelijk zorgen dat het een rollend document is. De sites waar ik zo net naar verwezen heb, de antwoorden die daarbij staan en dat we dat ook actueel houden. Ons doel is absoluut dat te doen. Dus tot slot www.brexitloket.nl. Get ready for Brexit.eu. Rijksoverheid.nl/Brexit. Ja, nou, vollediger kan je het niet hebben. Zo is dat. Tot uw dienst. Dag.